wel een hele unieke onderzoeksfaciliteit. Waar wij met onze eigen expertise natuurlijk zaken in gaan onderzoeken. De centrifuge die vandaag geïnstalleerd is, is wel een specifiek geval. Met een platformradius van 5,5 meter is het een flinke. We kunnen daar gewoon schaalmodellen in beproeven alsof het werkelijke modellen zijn. Dus alsof het gewoon iets vergelijkbaars is met in het veld. En dat is eigenlijk het grootste belang van de geocentrifuge. Eigenlijk kun je globaal zeggen dat we onderzoek doen naar de interactie tussen grond en constructies. Dat kan zijn met een weg, met een tunnel die er doorheen gaat, met pijpleidingen, met rioleringen. Alles wat op, in, door grond gaat, kunnen we uitvoeren in de geocentrifuge. Wat mijn werk er echt op zit, is dat de centrifuge inderdaad helemaal afgeïnstalleerd is. En als de centrifuge dan draait en doet wat hij moet doen, dan draai ik hem over aan Rob en kunnen we het onderzoek gaan starten. Daarmee is de opdracht van Kees ten einde en dan begint hij van ons. Uiteraard is het rond laten draaien van modellen is niet het enige wat je doet. Je wilt daar data uithalen. Je wilt er ook beelden bij hebben. Dat betekent dus dat we camera's mee laten draaien. We krijgen een robot waarmee we in de vlucht bijvoorbeeld iets kunnen oppakken en weer neer kunnen zetten. Ja, dat geeft gewoon heel veel mogelijkheden. Ik werk hier vanaf 2009. Ik ben eigenlijk sinds die tijd bezig met het idee van een nieuwe centrifuge. Dat dan vandaag de nieuwe centrifuge binnenkomt, ja, is toch wel een momentje. Een soort trots over hoe we het met het hele team hier voor elkaar gekregen hebben. Dat het nu toch zo is dat het er staat en het ziet er gewoon perfect uit. Mijn droom is natuurlijk dat hij gewoon permanent vol zit. Je wil gewoon een bijdrage leveren aan waar Deltatus voor staat. We proberen voor te lopen in de kennispositie. Ja, dat betekent dat je eigenlijk gewoon continu voor nieuwe uitdagingen staat die je op moet lossen. En dat is als technicus gewoon ongelooflijk leuk. Dus ja, ik heb wel zin in om ermee aan de slag te gaan.